NEC probeert het met 5 verdedigers in de besloten oefenwedstrijd tegen Almere City. Het wordt 2-2, maar het loopt heel stroef bij de Nijmegenaren. Al zegt oefenvoetbal ook niet alles. Ja, daar gaan dingen fout. Maar dat gebeurt ook in de competitie. Maar nu wordt het niet afgestraft in punten. Dus je moet gewoon echt... Hoi, Bekjo. Hoi. Nee, dus het is echt goed om dingen te oefenen. En je hebt toch een beetje een wedstrijdverband. Maar ja, dat zeg ik. Het zegt niks over het verloop van het seizoen. Van den Berg scoort zelf wel met een kopbal. En ook Ole Romani maakt een doelpunt vanaf de strafschopstip. Het talent moet zich dit seizoen bewijzen. Het is niet zo dat ze die kans gewoon geven. Dat moet je ook gewoon laten zien. En ik ben gewoon lekker mijn dingen aan het doen. En veel mensen hebben mening, maar ik hou het gewoon lekker bij mezelf. Ik weet dat ik kan, dus ik doe gewoon mijn ding. Noodgedwongen gokt NEC meer op de jeugd, want financieel is het behelpen. Nou, de uitdaging is natuurlijk dat we een sluitende begroting moeten hebben. Daar zijn we druk mee bezig. De verwachtingen zijn wel wat getemperd. NEC wordt niet gezien als titelfavoriet, zoals de afgelopen jaren. Nou, misschien is het een beetje de realiteit. Ik denk dat we het de afgelopen 2 jaar misschien iets te hoog hebben ingeschat. Nu zijn we denk ik wat reëler. En laten we het eerst maar eens gaan bewijzen. En dat begint gewoon op het trainingsveld. En in wedstrijden minuten maken, uren maken, veel trainen, hard werken. Het wordt een topjaar voor NEC.